Welkom bij Mvindu, terug op mijn YouTube kanaal. Zijn we alweer in juli beland? En vind jij de tijd ook zo enorm snel gaan? Elke maand heeft een andere universele energie in zich. Wil je weten wat de maand juli jou en ons allemaal kan brengen? Blijf dan kijken, zodat je voorbereid bent om het beste uit deze juli-energie te halen. Want de maand juli brengt een hele fijne, frisse energie en de maand juli wordt voor velen van ons een hele goede maand. Feitelijk is het qua energie de beste maand van het jaar. Juli is een universele 6 maand in een universeel 8 jaar. Een 8 jaar omdat 2024, 2 plus 0 plus 2 plus 4 is 8. En juli is de 7e maand van het jaar. Tel je bij elkaar 7 en 8 op, dan krijg je 15 en 1 plus 5 is 6. Dus juli is een numerologische 6 maand in een 8 jaar. En wat brengt deze energie ons? De energie van nummer 6 gaat over verzorging, over familie, huis, creativiteit, relaties, liefde, bescherming. Maar gaat ook over verantwoordelijkheid. Nummer 6 is de energie die het meest gericht is op liefde. Nummer 6 is empathisch, sympathiek en is meer een vrouwelijke energie. De energie van nummer 8 gaat over overvloed, manifesteren, een spirit in de materie brengen. Een 6 in een 8 jaar heeft een hele upliftende energie. En hoe cool is dat om deze makkelijker te kunnen manifesteren en daar overvloed van te ervaren. Juli is ook de maand van het dierenriem kreeft. Kreeft is een waterteken, is verbonden met de energie van water. En er zijn deze maand 2 typen water als het ware. Het eerste type waterenergie is als een zachte zomerregenval die energetische vernieuwing geeft, die verfrissing geeft, die verzorgend is. Een mooie maand om zaadjes voor de rest van het jaar te planten. Het is een maand van zachte groei. Het tweede type water is als stilstaand water. Op zich is deze energie best interessant, omdat het iets verborgens in zich heeft. In juli komen dingen ook niet echt in de volle openheid. Het spreekwoord stille wateren hebben diepe gronden is hier van toepassing. Juli is een hele goede maand voor zelfreflectie, voor introspectie. Misschien heb je vakantie en heb je hier tijd en energie voor. Vanwege de 6e energie is juli ook een uitstekende maand voor inspiratie en creatieve projecten. Dus als je al creatieve ideeën had, dan kun je ze heel goed manifesteren deze maand. Juli is een hele goede maand om je te richten op relaties. Juli als 6e maand is de perfecte energie om een nieuwe relatie te starten, dierbare relaties te versterken en om weer te connecten met oude relaties. Maar ook om meer in contact te komen met jouw tribe, met de mensen waar je mee resoneert, met je zielsverwanten. Familiebanden kunnen makkelijker versterkt of geheeld worden. En juli heeft een liefdevolle en helende energie in zich. Een van de voordelen, maar tegelijkertijd ook een nadeel, is dat je gedachten in juli heel snel materialiseren. Dus werkelijkheid worden. Aan de ene kant heel fijn en aan de andere kant, als je negatieve gedachten of overtuigingen hebt, manifesteert zich dat ook extra snel. Het wordt dan als het ware roeien tegen de stroom in. Wees je bewust van je wensen en verlangens. Deze maand juli is een goed moment om jouw vision board of je wensenlijst weer onder de loep te nemen voor de rest van dit krachtige 8 jaar. Plant de zaden zodat ze kunnen groeien. Dit is ook een hele goede tijd om bezig te zijn met je gezondheid, om te helen. En drink veel water deze maand. Maar ook om emoties en mentale zaken Dit gaat een stuk makkelijker deze maand. Als water dat vloeit. Er zit als het ware minder weerstand op. De uitdaging van de 6-energie is perfectionisme. Juli is geen maand om grote risico's te nemen, om te gokken op zaken of om grote en snelle resultaten te verwachten. Wees alert op je gedachten en wensen en dat je eerlijk bent naar jezelf. Juli is ook een maand van tweede kansen. Grijp ze, zou ik zeggen. Juli is een vrouwelijke, zachte, hoopvolle en verfrissende maand. Een perfecte maand om te werken aan jouw overvloed. Waar wil jij overvloed in ervaren? En plant deze zaden vast in jezelf en maak plannen of heb dromen om dingen te creëren. Dit is echt de schoonheid die de juli-energie jou en ons allen brengt. Laat me in de beschrijving hieronder weten of je al wat van deze energie voelt. Want ik weet dat velen van jullie gevoelig zijn om de energie al van tevoren te kunnen voelen. Voordat ik deze video ga afsluiten, wil ik je eerst bedanken voor het kijken, abonneren, liken en delen van de andere video's. En vergeet ook deze video niet te liken, te delen. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, klik op de knop hieronder en je bent gratis geabonneerd voor nog meer numerologie nieuws. Ik wens jou toe dat je je beste creatie ever gaat maken deze maand juli in dit 8 jaar. Want het komt tenslotte maar 1 keer voor in de 9 jaar. Dus grijp je kans. Ik zend jou een grote en warme hug. Geniet van al het goede. Zie je weer in de volgende video. Ciao voor nu!